voor mij om een zwembad te hebben waar ik iets aan heb, was in mijn hoofd altijd de gedachte dat dat minimaal 50 meter lang moest zijn. Omdat ik anders niet prettig zwemmen vind. Ik ben Ferry Weertman, ik ben 28 jaar en ik doe aan open water zwemmen. Ik ben professioneel atleet en ik zit in het Nederlands team. Ik ben Olympisch kampioen, wereldkampioen en 3 keer Europees kampioen. De Olympische Spelen in Rio was mijn hoogtepunt. Daar heb ik 6 jaar lang naartoe gewerkt en dat is echt mijn hoogtepunt van mijn carrière. Mijn grootste sportieve doel is nu nog om mijn titel te verdedigen bij de Olympische Spelen. En daar ben ik nu alles op alles aan het zetten om dat te bereiken. Ik zwem eigenlijk al heel mijn leven. Ik ben ooit met babyzwemmen begonnen. En vanuit daar ben ik lintjes gaan halen, diploma's gaan halen. En toen ben ik langzaam mijn eerste wedstrijdje gaan zwemmen. Voor iedere zwemmer is het de droom om een zwembad in zijn tuin te hebben. Weet je, als je 's ochtends wakker wordt en je kan gewoon lekker gaan zwemmen wanneer jij dat wil. En hoe lang jij wil. Ja, dat is gewoon de droom. Ja, toen is er zwemmen op mijn pad gekomen. En dan heb ik gewoon een kleiner zwembad die gewoon wel in mijn tuin past en niet mijn halve tuin inneemt. Ja, het zwemt gewoon super fijn. Weet je? Het is gewoon glad water waar je gewoon echt heel lekker in kunt zwemmen. Wat in mijn ogen de zwem uniek maakt, is dat het totaalplaatje is gewoon super goed. Je hebt de afstandsbediening voor als je jezelf wat sneller en wat langzamer wil laten gaan. Je kan een programma inzetten voor als je echt serieus wil trainen. Het fijne van de zwem is dat ik er 365 dagen per jaar in kan trainen. Het is gewoon altijd verwarmd, een mooi dekje erover. En de zwem kan mij zeker helpen in mijn weg naar Tokio toe. Bijvoorbeeld het water kan verwarmd worden tot 30 graden. En in Tokio is er best een grote kans dat ik moet gaan racen in water van 30 graden. Maar ook alleen al de rust in mijn hoofd, dat ik gewoon weet dat ik kan zwemmen en dat ik weet dat ik op die 30 graden kan trainen, dat soort dingen, dat geeft me heel veel rust in mijn voorbereiding. Want in principe, als wij 30 graden water willen opzoeken, moeten we de halve wereld overvliegen. Ja, en het kan gewoon zijn dat dat een periode niet kan of dat dat niet verstandig is. En dan kan ik dat toch gewoon opzoeken in mijn thuissituatie. Ik heb zeker voldoende uitdaging in de zwem. Hij kan echt op een snelheid, dat hou ik niet veel langer dan een paar minuten vol. Dus ja, dat is ja, alles waar ik naar op zoek ben. Ja, ik denk dat een zwembad als een zwem dat steeds meer toe gaat nemen in populariteit. Zomers worden steeds warmer, dus het hebben van een zwembad in de tuin is dan echt fantastisch. Maar ook de trend om steeds fitter en sportiever te worden is ook steeds groter aan het worden. Ik zou de zwem aanbevelen aan iedereen die zwemmen super leuk vindt. Als je bijvoorbeeld een triathlon wil doen, je wil gewoon lekker sportief zijn, dan is zwemmen is fantastisch. Dus ja, dan zou ik vooral voor een zwem gaan. Je kan gewoon in je tuin, kan je jezelf trainen, jezelf verbeteren met een fantastische sport als zwemmen.